Voor kinderen en leerkrachten van basisschool De Telescoop, voorheen De Bolster, was het woensdag een gedenkwaardige dag. De oude locatie in De Polster werd verlaten en alle spullen werden overgehuisd naar 4 leegstaande lokalen in de Sterrenbosschool aan de Verdistraat. En hoe bevalt dan zo'n nieuwe school? Ja, leuk. Ja, leuk. Vet. Gaaf. Alleen de klassen zijn inderdaad wel wat groter en er zijn lage en hoge tafels. Ja, en die is nog een groter gebouw dan De Telescoop. Het is spannend en ook leuk. Ik heb ruim 20 jaar op De Bolster gewerkt, wat nu Telescoop heet sinds kort. En nu is de verandering heel groot, want we gaan van het gebouw waar ik dus zo lang gezeten heb naar dit gebouw. En we zijn er allemaal heel druk mee bezig. En ik ben vanmorgen ook wel heel bewust voor de laatste keer naar de oude school gelopen. Om ook weer heel bewust met de hele school naar dit gebouw te gaan. De verhuizing heeft alles te maken met de zogeheten scholencarousel in de wijk Ruwaard. Bedoeling daarvan is om de beschikbare schoolruimte onderling beter te verdelen. Ja, wij zijn de eerste. Hè, dit is in het plan van de gemeente. En de uiteindelijke bedoeling is dat de Montessori-school Elseneind in De Polster komt. En tussen dat, het eindpunt en wij als begin, zouden meer scholen dus nog wisselen van gebouw. In het kader van waar leegstand is, vullen we dus op. En wij zijn een kleinere school, dus wij konden hier bij de Sterrenbos erbij. En bij het buitenschoolse net die hier ook al is. En straks komt de Stichting Peuterwerk Os ook nog erbij. En dan gaan we samen proberen toe te groeien naar een integraal kindcentrum. Basisschool Sterrenbos heeft wat minder leerlingen gekregen en daardoor stonden 4 lokalen vrij. Maar dat is eigenlijk toch iets te weinig ruimte voor De Telescoop. Ja, het blijft behelpen. Het is voor de Sterrenbos inschikken natuurlijk en dat is het voor ons ook. Want wij waren meer ruimtes, zeker aan extra ruimtes gewend om met kinderen te kunnen werken. Kader van rugzakbegeleiding of extra begeleiding. En dat is nu hebben we slechts 2 ruimtes achter elkaar. Dus dat is wat lastig en daar moeten we denk aan wennen. En dan, ja, we zoeken naar de mogelijkheden om in die hal die we hebben, om daar toch wat kleine afbakeningen gewoon met wat kasten of met een apart hoekje te kunnen maken. Om toch aan die extra ruimtes toe te komen. De kinderen moeten na de vakantie dus niet meer naar de Staringstraat, maar naar de Verdistraat. En daar is ook niet iedereen blij mee. Nee, bij mij is het wel een beetje lang. Bij mij moet je wel de gevaarlijke weg daar oversteken. Dus dat is niet zo'n succes. Ze moet een beetje uitkijken. Ja. Maar goed, het goede nieuws is natuurlijk dat jullie dus bijna vakantie hebben. Hè? Ja, dat is wel fijn. Mocht de laatste schooldag. Dat is nog belangrijker dan de verhuizing, of niet? Ja, veel belangrijker. Na de zomervakantie kunnen de kinderen van De Telescoop dus echt beginnen op de nieuwe locatie. En tegen die tijd zullen alle verhuisdozen inmiddels ook wel zijn uitgepakt.